bij kanaal, mijn naam is Blubber Freak en ik neem jullie mee in de wonderwereld van Glitchen in GTA 5. Ja, we zijn weer bij het mooie gebouw, hè. Ja, we zijn bij het gebouw waar we weer heerlijk kunnen merchen. En als het goed is, dan registreer je eerst als CEO hier voor de custom shop. De LS custom, hè. Dus als je dat hebt gedaan, dan ga je naar binnen en dan open je je telefoon. Vervolgens ga je naar je mechanic en je roept de auto op die je wil gebruiken om de mods van af te halen. Wat je wilt doen is, en dat is wat we gaan doen, ik neem de Torero XO, die weet ik dat ik een paar leuke kleuren heb. En vervolgens heb je dus hier ook in de LS, heb je dus ook een vriend. Nou, staat hier al, het is onze Belgische vriend Extreme Gamer 69. Ja, hij is er weer. Het is ongelooflijk. Hij helpt me echt ontzettend vaak. Maar ik ben hem natuurlijk ontzettend dankbaar dat hij dat doet. Oké, wat doen we? We gaan dit doen. Ik doe Alice Car Meeting open en ik doe een sprint. Die start ik op. Vervolgens accepteert Extreme Gamer, accepteert, ja vriend, hè, ja, of de kennis, die accepteert hem. En vervolgens, als hij dat gedaan heeft, dan drukt hij D-pad naar beneden en hij kiest een story character. Dan gaat hij voorlopig even instaan. Maar hij kan straks ook gaan glitchen. Maar dat ga ik zo direct allemaal uitleggen. Dus we wachten even tot die tijd is afgelopen. Hij staat dus in die gele melding of hij naar story mode wil. Nou, daar blijft hij gewoon lekker in hangen. En wij komen uiteindelijk buiten een zwart beeldscherm en we gaan Anowak. Nou, je ziet, hè, dit zijn de stappen van Anowak. Nou, dat ga ik niet helemaal uitleggen, maar als je dat allemaal bekijkt, zo, dan weet je wel waar je op uitkomt. Nou, uiteindelijk komen we dus buiten. En buiten aangekomen moeten we een paar dingen doen. Als eerste ben je alleen buiten, want hij is nog binnen. Je opent je optiesmenu en het eerste wat je gaat doen is naar GTA Plus. Nou, als je daar bent geweest, ga je er weer uit. Als je dat hebt gedaan, dan doe je de volgende stap. Dat is, je doet je interactiemenu open en je kilt jezelf. Ja, als je dat gedaan hebt, dan kom je op een gegeven moment ja, inderdaad, in dat vreemde beeld terecht. Ik weet het, het is heel vervelend. Maar het is nou even eenmaal zo. Maar je hoeft niet zo ver te gaan. Wat is het namelijk? Je opent je interactiemenu. En je gaat naar je CEO. En je gaat naar CEO Vehicles. En je vraagt je bussert op. Nou, die spant bijna voor je neus. Dus wat doe je? Ik kijk een klein beetje rond. Ik zie hem daar links staan. Ik stap in mijn auto. Wat ga ik even doen? Ik stap even in mijn auto. Of loop ik heen? Ja, ik stap toch even op mijn auto. Kijk, links zie je hem staan, zie je. En vervolgens, omdat ik eventjes heb rondgedraaid, kan ik dus een beetje die richting oprijden. Nou, ik sta dus eigenlijk bijna tegen de helikopter aan. En vervolgens stap ik dus gewoon in die helikopter. Op dit moment zit je vriend nog steeds in de LS. En is hij gewoon lekker aan het wachten in die melding, hè, van story mode karakter, dus die gele melding. En ik ga met mijn helikopter omhoog. Als ik hoog genoeg ben, en dat geef ik dan door, dat geef je door via de party. Dan op een gegeven moment denk je van, nou kan ik niks meer raken, ik kan niks meer verkeerd nergens zeggen. Dan druk je vriend op rondje. Wat er dan gebeurt is, dan start eigenlijk de sprint. Daar komt het op neer. Dus de race gaat starten. Nou, daar wachten we even op. Nou, dan gaat je beeld gaat een beetje draaien en dan gaat een beetje raar doen. En uiteindelijk gaat hij aftellen. Nou, wat hij dan doet is, go. Jouw vriend staat op dat moment ook buiten. En
wat hij kan doen is, hij kan dus ook een glitch gaan doen. Maar dat ga ik zo lekker verder uitleggen. Eerst ga je een waypoint zetten op je schip. Dat is echt wat je nodig hebt. Als je dat schip niet hebt, ja, dan kun je deze glitch niet doen. Sorry, dat had ik van tevoren even moeten zeggen. Vervolgens bel je kaptein. En als je dat gebeld hebt, dan gaat er een minuutje open van je kaptein aan de linkerkant. En vervolgens vlieg je naar, naar je boot toe. Oké. Je vriend die kan op dat moment de glitch doen waarbij dus een auto heeft ontploft. En die kan vervolgens met zijn auto naar het water rijden. Het water in rijden op het moment dat zijn beeld grijs wordt. En die dat boem. Je hoort dan zeg maar een soort boem. En op dat moment drukt hij op kruisje. Dan heb je gewoon die auto heb je dus gemerged. Die glitch heb ik al gepost, dus dat is niet zo moeilijk. Maar dat betekent dus dat hij dus gewoon een gewone auto gewoon kan modden. Dus hij kan hem gewoon net zo mergen als dat jij doet. Dus je hebt allebei profijt hiervan. Het enige verschil is, ik kom nu bij het schip aan met dit menu open. En als ik boven het schip ben, even wachten hoor, als we ongeveer boven het schip zijn. Wat doen we dan? Dan gaan we met de D-pad naar beneden en dan gaat automatisch, zie je de onderste regel gaat dus eigenlijk grayed out weer gewoon open. En dan kun je die aanklikken en dan gaan alle garages open. Ik pak facility en ik pak een RCV. Vervolgens wordt die RCV, die wordt dus hier zo direct ergens op de kant geplaatst. Je ziet hem al staan. Vervolgens ga je naar die RCV toe. Je kan ook een andere voertuig natuurlijk nemen uit de facility. Elk voertuig wat in die lijst staat, kun je nemen. Jammer genoeg geen special vehicle, dat zit er jammer genoeg niet bij. En geen vliegtuigen. Althans, dat hebben we nog niet gevonden. Ik ga het wel vinden. Komt goed. Maak je niet druk. Vervolgens ga je dus naar die RCV toe. Of naar het voertuig wat jij hebt. En je gaat er boven hangen. Als je er boven hangt, dan druk je op driehoekje. En dat hou je in. Tot dat rode balkje helemaal doorloopt. En wat gebeurt er dan? Dan gaan de mods van je eerste auto op je voertuig wat hier staat. Dus hij is gemerged. Je hebt gewoon alle merges, alle mods heb je gewoon opengezet. En dat is eigenlijk hoe je het doet. Wat je vriend doet is, die stopt op dat moment de sprint. Want die is al in het water geweest. En wat hij doet is bijvoorbeeld, hij doet dan, op de map heb je zo'n joppie. Dat koffertje of die andere. Die klik je even aan, dan gaat hij omhoog naar beneden en dan is hij weer terug. En dan blijft hij ook in dezelfde sessie. En dan is de race, de sprint, afgelopen. Ik ga even een klein knipje erin. We komen dus op een gegeven moment samen komen we dus bij een modshop. Dit is natuurlijk een facility voertuig. Normaal kan die niet hier naar binnen. Kijk, het is vehicle, cannot be modded. Wat je dan doet is, je gaat nu dus je Securov ga je dus retiren. En vervolgens als je dat geretired hebt, dan ga je een motorclub opstarten. Een motorclub opstarten. Ik start de motorclub op, dan ben je de president. En vervolgens doe je de motorclub open. En wat we dan doen is, dan gaan we een job opstarten van de motorclub. Even kijken hoor. Motorcycle club. Ja, hier al. Clubwork. We doen clubwork doen we en dan doen we cates in. En op dat moment, als je cates in doet, start, drukt. Extreme Gamer staat hier al. Die staat al bij me. Als je dan naar de deur gaat, dan gaat de deur open. En dan rij je naar binnen. Ik rij niet naar binnen. Want ik wil deze mods niet hier opzetten. Op deze auto. Ik wil alleen maar even laten zien hoe het werkt. Maar als je naar binnen rijdt, dan kun je een boom erop zetten. Die koop je gewoon. En dan is die auto gesaved. En dan stuur je hem terug. Gewoon naar vehicles, return storage. Zoals gewoonlijk. Normaal zeg ik blue freak out. En dit keer is het
Blubberfreak en Extreme Gamer. Out. Tot de volgende.